De jager kan er niet bij, dat was moeilijk. En het was misschien wel de bedoeling om Kvinitaja in één tijd te bereiken. Maar daar is Bezous opnieuw met Stiel. Nog altijd Roman Bezous, kan niet scoren. Lift hem erover, over Jakub Beck en ook binnen. Zo krijgen we de 0-1 op de 13e minuut. AA Gent met een aanval door het midden. Met een gewijzigd elftal hier begonnen in Kortrijk. En na 13 minuten is het al prijs. 0-1, Roman Bezous. Goed begonnen aan die wedstrijd. De jager. Oh, van op de grond. Ze blijven knokken. En daar de voet gezet bij Sven Kums. Dat wordt een kaart. Azouni met de eerste gele van de wedstrijd. Nog eens bekijken. Hoe doet hij het? Ah, over de bal. Over de bal. En dat is eigenlijk een rode kaart. Maar Verbomen houdt het bij geel. Mogelijkheid voor Kortrijk om meters te maken nu. Met die inworp. Okensi. Tegenover Azare. Kagé. Nee, niet voorbij Azare, maar Kagé met de tweede poging. Daar is de Saar. En de eerste goede redding. De tweede redding. En dan bleef die bal daar hangen. Maar bijna de gelijkmaker. Kaminski zat ertussen. En vanuit die tweede lijn verwacht je altijd de Saar die trap. Deze keer deed hij het wel. Kaminski ertussen. En dan helpen ze elkaar bij AA Gent om die tegentreffers te vermijden. Veel kansen niet te zien in deze eerste helft. Wel veel strijd, veel overtredingen en overwicht van AA Gent. Dat wel. Corner wordt gegeven. Daar is Dane. En de goal, nee! Plastoen keert die bal. Ik denk niet dat hij er echt van weet tegen het gezicht. Of was het de Poitre? Krijgt die bal daar pal in het aangezicht. Nog altijd KV Kortrijk met Kagelmacher en Plastoen ontzet. Het stormt en misschien spookt het straks ook nog wel in het Gulden Sporenstadion. Azari. Kvinitaja. 1-2'tje met Ojija. Mooi! En dan moet hij nu toch afwerken. Nee. Blokt dat schot. Geen overtreding, geen penalty, zegt Verbomen. Maar wat een mooie aanval was dat. Met hakjes alom. Alleen geen doelpoging. Verbomen gaat toch luisteren. Is het een overtreding of gewoon een zuiver geblokte bal? We gaan het bekijken. Kvinitaja, buitenkant voet. 1-2'tje met Ojija. Dan nog eens. Dan achter het steunbeen. Ook achter het steunbeen van de Poitre. Ja, dat wordt link. Dat wil ik nog wel eens zien. Dat zou wel eens de penalty kunnen zijn. Want inderdaad, Kovacevic heeft daar toch geen bal. Nata Verbomen. Penalty. Penalty. Natuurlijk wel. Geen David, geen Yaremchuk, maar wel de aanvoerder Vadis Ojija met nog een half uur te spelen. 0-1 de voorsprong. Kan die verdubbelen tegenover Jakubek. Even diep zuchten, aanlopen en binnen. 0 tegen 2 via Vadis Ojija. En zo wordt het heel moeilijk voor KV Kortrijk om nog terug te komen. Nog een half uur hebben ze. Kijk, daar springen ze met z'n allen, die van AA Gent. Terwijl Brecht de Jager aan het aanvallen is, kan Bezous niet bereiken. En Torp wil dat zijn manschappen Kortrijk toch vastzetten. De kopslag van de Poitre. In de handen van Jakubek. Een Boyo. Bal goed aangenomen, buitenkant Selimani. Een Boyo! Een prima redding van Kaminski. Die wil de nul houden natuurlijk. Maar Kortrijk heeft zich nog niet helemaal gewonnen.
Bezos de bal te ver van de voet. En dat valt even mee. Krijgt die bal toch bij Kvilitaia. Enkel de Poitre mee. Kvilitaia naar zijn rechter. Nog eens kappen naar zijn linker. En dan was het de kap te veel. Wel de corner. Maar er zat veel meer in voor Giorgi Kvilitaia. Met nog een minuut of 17 te spelen. Een overtreding van Lepoint met een valpartij van Lepoint op de keel van Brecht de Jager. Die nogal heftig reageert. In dat duel met Christophe Lepoint gaat hij liggen. En dan krijgt hij Lepoint vol op zich. Of is dat de schouder die daar ontwrichtigd is of zo? Einde van de wedstrijd. AA Gent wint met 0-2 op het veld van KV Kortrijk. Tweede uitoverwinning deze competitie. KV Kortrijk na het punt tegen Anderlecht weer met een thuisnederlaag. De derde op rij al.